De derde week op rij dat je toch wel een uitstekende wedstrijd pakt. Ja, het zijn die paar ballen die dat er doorkomen die dat ik dan maar moet hebben. Het is het collectief eigenlijk vooral. Hè. Het is niet... Maar dat zijn de moeilijkste ballen, hè, meestal. Ja, ik had liever een wedstrijd gelijk vorige week waar ik heel veel werk bij had. Nu heb ik één bal moeten pakken. Eén goal wel tegen, spijtig genoeg. Ik had graag de nul gehouden. Nee, een bal, ja, oké, die pak dan goed. De ploeg, ja, we verdienen zeker niet om hier gelijk te spelen of te verliezen, dus ik moest hem hebben. Wat doet dat met een mens, dergelijke supporters achter jou staan hebben? Dat is schitterend, hè. Dat kun je niet bevatten. Dat is, ja, hoeveel volk was er? 7.000, 8.000 man weer. Ja, de mensen maken van eerst tot laatste minuut lawaai, zelfs als we achterkwamen, 1-0 achter. Ik dacht van ja, oei. Maar die mensen die blijven brullen en eigenlijk zijn zij de grote winnaars. Hè. Hoe moeilijk was dat, die 0-1 achterkomen? Ja, ik wist niet hoe we daarop zouden reageren. We zijn twee keer al redelijk snel op voorsprong gekomen. Blijkbaar zijn we mentaal weerbaar genoeg om dat om te zetten. Is het waar wat de supporters zeggen van wij worden kampioen? Laat ons hopen.